Ja, wat is dat? Wat is die aan het doen? Ja. How do you feel? No, you're stupid. How do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your eyes? Do you feel outraged? Good. Where is that feeling when you see the planet being destroyed before your very eyes? Shame on you. This painting is protected by glass. It's just a lie. Shut up. Take away from that. Vulnerable people in the global south, they are not protected. The future of our children is not protected. People in fuel poverty who need to choose between heating or eating are not protected. Activisten blijven maar bezig, René. Museum hier, hè? Museum daar, wat vind je ervan? Hoe kijk je daarna? Je wordt een beetje moe van, joh. Meisje al met garrel. Maar het wordt allemaal verkocht als idealisme, hè? Ja, omdat we willen duidelijk maken dat we... Ja, ze zitten heel erg met het milieu in de maag en dan gaan ze dit soort dingen doen. Ik vind het allemaal lulkoek. Omdat ze het op deze manier doen. Deze man heeft zichzelf vastgezet met aan een glazen plaat. Ja, maar dat weet je niet goed bij je hoofd. Nou, wel met zo vast. Nou, van mij mag die blijven zitten. Ze gooien er godverdomme nog een bord tomatensoep overheen. Ja, het moet allemaal... Het pijnlijke is dat het een schilderij van Johannes Vermeer is. En ik ben naar Johannes Vermeer genoemd. Oh. Want dat is familie van mij. Geen naaste familie, maar wel familie. Mijn moeder is een Vermeer en mijn tante Jo... Hele aardige tante uit Delft. Toen er een standbeeld werd onthuld in Delft, van Johannes Vermeer, heeft de gemeente Delft... Hij kleurt erop, joh! Nee. Eén ding, jij weet het, nee, ik vertel nooit onzin. Hè? Toen heeft de gemeente Delft nagegaan, zijn er nog afstammelingen van Johannes Vermeer? Ja. Jazeker, tante Jo. Tante Jo? Nee. En die is daar toen uitgenodigd als gast bij de onthulling van het... monument. Okay. Maar ik ben ook naar Johannes Vermeer genoemd. Die man heeft dus ook een vrouw. Ja. En die komt dus niet thuis met eten. Nee, en dan gaat die vrouw gaat bellen van waar is Johan? Ja. Dat hij zit met zijn kop op de schilderij. Ik zou het echt oplossen, ik zou die lul laten staan. Ja, hij staat er nu nog. Ja. Hij staat er nu nog. Oh, oh, oh.